Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 28 augustus 2015. Dit is het Britten van vrijdag. De Practical Amateur Radio Podcast is terug. Jerry, KD0BIK, heeft een pauze ingelast, zowel bij de hobby als bij de podcast. Over deze, zo schrijft hij, mooie hobby. Sinds een maand is Jerry terug als radioamateur en afgelopen zondag was de nieuwe podcast er, aflevering 59. Hamgear.wordpress.com, de website van PDNOAC, heeft een artikel over het zelf maken van programmeerkabels voor de meest uiteenlopende amateurapparaten rond de CP2102 UART. Eentje die werkt, zo schrijft Hamgear.wordpress.com. Op southgatearc.org vond ik een filmpje van de 10 jaar oude Emilia, die op vakkundige wijze uitleg geeft over het gebruik van verschillende morse-sleutels en die aan het eind van het filmpje ook nog even uitlegt hoe de loopantenne van haar vader gebouwd is. Emilia weet duidelijk waarover ze praat. Het filmpje met een link naar het originele artikel is ook te vinden op www.pa0ete.nl. Ja, dan een regionaal bericht. Woon je niet al te ver van Amersfoort, dan is nu het moment om met morse leren te beginnen. Vanaf 17 september start weer de cursus waar een niet nader te noemen amateur begin jaren 80 de oefeningen van maakte. De cursus wordt wekelijks gehouden op de donderdagavond bij PI4 AMF aan de Haarbrug in Bunschoten-Spakenburg. De cursus richt zich zowel op beginners als op gevorderden. Dan nog wat IT-nieuws. Een Engels computerbeveiligingsbedrijf, Esselaar, werd belaagd door een hacker op het moment dat met een klant gepraat werd over een grote order. De hacker wist 900 mobiele telefoons van de potentiële klant op dat moment te hacken. Dat was verzekeringsbedrijf Aviva, waardoor dit laatste bedrijf dus de order introk en £70.000 aan schadevergoeding eiste, zo schrijft webwereld.nl. De dader bleek een voormalig IT-directeur en medeoprichter van Esselaar te zijn, die na een ruzie over een afgekeurde declaratie bij het bedrijf was opgestapt. De gegevens op de mobiele telefoons bleken vervolgens te kunnen worden hersteld en de boze directeur die mag van de rechter 18 maanden in een gevangeniscel verblijven. Windows 10 blijft op privacygebied verbazen. Tieners hebben toch geen privacy nodig? Met deze vraag begint een artikel ook op webwereld.nl over een bijzondere feature in Windows 10 die bij de familieaccounts standaard aanstaat. Zo merkten ouders die ineens mailtjes ontvingen over alle computeractiviteiten van hun kroost. Ouders krijgen wekelijks een mailtje met daarin bijvoorbeeld welke apps kinderen hebben gebruikt, welke sites ze hebben bezocht en of ze nog gezocht hebben op seksuele voorkeuren of misschien op de vraag hoe vertel ik mijn ouders dat ze ongepland grootouder worden. Het artikel vermeldt niet of dezelfde mogelijkheid ook door tieners gebruikt kan worden om hun ouders te bespioneren. Wat is er dus nodig om elektronen te vangen? Wel nu, elektronen houden van koper en laten zich graag door magnetisme triggeren, dus een spoel die goed geaard is en een magnetisch veld dat automatisch ontstaat bij een in gebruik zijnde spoel. Het magnetisch veld ontstaat door de kern van de spoel heen en vormt een veld om de spoel heen waarvan de lijnen haak staan op het elektrische veld dat evenwijdig rond de wikkelingen van de spoel loopt. Zet vervolgens een halve bolvormige antenne op de spoel, zoals de koepelvormige van de Graaf met dubbel F antenne is, en elektronen binnen het elektromagnetisch veld stormen erop af en doen het voltage wel met een factor 4 toenemen bij een gelijkblijvend amperage waarmee de boel is opgestart. Volgens de wet P is U mal I, of makkelijker gezegd, wat met dubbel T is volt mal ampère, hebben we dus 4 maal zoveel vermogen. Naar mijn idee kan dat alleen met wisselstroom en wel met een fase wisselfrequentie van zo'n 20.000 hertz. De reden is dat bij het opstarten van de spoel reeds aanwezige elektronen in het koper een startwinst geven. Tijdens de fasewisselingen blijven de elektronen gewoon doorstromen via de Van der Graaf antenne en levert dat 20.000 maal per seconde die startwinst op. Als u denkt, kan dat wel in zo'n korte tijd als 1/20.000ste seconde is? Bedenk dan dat de elektronen wel bijna de lichtsnelheid hebben. Het licht is in staat in die tijd het 20.000ste deel van 300.000 kilometer af te leggen. Tommetje leer dan dat de elektronen binnen een straal van 15 kilometer in dit tijdsbestek de antenne kunnen bereiken. De vraag is nu, hoe ver reikt het magnetisch veld van de spoel? Tot zover de, zoals sommigen al hebben zien aankomen, Tesla coil. Daily Minutes is daily at 1700 UTC on 6005 and 7310 kHz and 5 minutes later on the PI2 NOS repeater system. Next day there are reruns, 800 UTC on 7310 kHz, 830 UTC on PI2 NOS and 1230 UTC on 9560 kHz. Our weekend shows are in English, all other shows are in Dutch. Mail address is delta x-ray at xraydeltavictor.mikeecho.